vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En zoals je kan zien heb ik geen make-up op. Ik heb gewoon een t-shirt aangedaan. En ik heb een joggingsbroek aan. Want als je aan de titel wel kan zien, ga ik vandaag mijn kamer opruimen. Ik vond het wel een leuk idee om het dan ook in één keer te filmen. Want ja, dan heb ik 1 een nieuwe video. En 2, ik denk dat jullie dat wel leuk vinden. Ik heb zoals mijn bureau opgeruimd en mijn badkamer opgeruimd en zo. En jullie vonden dat wel tof om te zien. Dus vandaag ga ik mijn kamer opruimen. Ik heb besloten om het in twee of in drie delen te doen. Waarschijnlijk worden het er 3. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat zal je ook wel zien. En als heel mijn kamer opgeruimd is, dan ga ik daar uiteindelijk ook een roomtour van maken. Dus je kan eigenlijk 3 of 4 video's van mijn kamer verwachten. Nu, ik heb eergisteren ook al helemaal gekuist. Wat dat niet echt slim was. Ik had beter eerst opgeruimd en dan gekuist. Maar dus ik heb alles eens proper gemaakt en nu ga ik eigenlijk de binnenkant doen. Ik zal even laten zien wat ik dus precies ga doen. Ik ga, ik ga deze kast, dus dit deel helemaal opnieuw in en uitladen. Dan ga ik ook dit deel helemaal opnieuw in en uitladen. En dan, ja, mijn bureau is nu echt een rammel. Ik ga ook, even dat aan de kant, die 5 kistjes uitladen, helemaal opnieuw doen. Dat is dus het plan om te doen. En we gaan er meteen aan beginnen. Ik ga eerst mijn bureau daar tegen mijn bed zetten. Dat ik hier echt allemaal plaats heb om alles wat hierop in zit. Dat zijn allemaal schriftjes en ja, wat stik je allemaal in de kast. Maar dat ik echt heel veel plaats heb om dat hier allemaal te leggen. Dat ik dat ook goed kan uitzoeken en alles kan zien liggen en zo. Dus mijn bureau eerst aan de kant. Oké, dat is gebeurd. Nu. Alles is aan de kant. Hier ligt een rekkertje. Ik ga eerst beginnen met hier alles uit te halen. En dan ga ik alles uitzoeken. En dan als ik iets echt niet meer moet hebben, ja, dan gooi ik dat gewoon weg. En als er dan de video nog niet te lang is, dan doe ik ook nog deze kast erbij. Anders maak ik daar een aparte video over. En dan ga ik ook gewoon alles eens uitkruisen en zo. En dan laat ik jullie het zien. Ik heb al de 4 bovenste schuiven eruit gehaald. En de grote hoeveelheid zijn kladblokjes en notitieboekjes en zo. Deze stapel zijn eigenlijk allemaal papier om op te schrijven, boekjes om in te schrijven, echt alles. En dan is hier dit. Ook allemaal nog boekjes om op te schrijven, maar dat komt, die heb ik gekregen van HEMA vorig jaar. Dus ik heb echt veel te veel kladblokken. En ik weet eigenlijk echt niet wat ik ermee moet doen, want als ik ze weggooi, ja, dan heb ik ze niet meer, maar ik weet niet wat ik er dan eigenlijk zo mee moet doen. En als ik ze bij jou doe, ik er toch niks mee. Dus. Thank you.
I sparked that fall right from on fire. Door. Ik ga nu ook deze hele lange kast uitladen. Ik heb de rest nu al gedaan. En ik heb besloten om eigenlijk alles een beetje een switch te geven. Dus ik ga alle boekjes en zo in deze lange kast steken. En dan zo ja, een paar van deze dingen in deze grote schuiven. Omdat ik merk dat ik dingen bepaalde dingen vaker neem als andere. En dan is het gewoon gemakkelijker om dat dan hier te steken, omdat het dan hier een beetje bij hoort. Ook al staat dat wel dicht bij één. Ik wil het in ieder geval graag veranderen. Dus ik ga ook eerst heel deze schuif uitladen, uitstofzuigen en zo. En dan alles er terug in. Ik heb nu eigenlijk heel deze kast leeggemaakt en alles ligt er nu op de grond. En ik ga bij deze de video afsluiten en in de volgende video, die jullie waarschijnlijk woensdag gaan zien, zien jullie waarin ik alles terug opnieuw ga indelen en laat ik een soort van before en after zien. Dus dat is woensdag. Ik wil jullie al heel erg bedanken om te kijken naar deze eerste opruimvideo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het zelf ook wel eens tof om te doen, zeg maar, om eens alles op te ruimen. Ik wil jullie heel erg bedanken nogmaals om te kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!